Nieuwe wijk in Lent genomineerd voor Gelderse prijs. Taakstraf uitgedeeld voor NEC-supporter in voetbalrellen. En rederij Weigula uit Druten krijgt het predicaat koninklijk. Maar wie zijn zij eigenlijk? De provincie Gelderland heeft voor de 9e keer de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit uitgeschreven. Deze keer is het thema de kunst van het kiezen. Een onderdeel van de Waalsprong is hiervoor genomineerd. De wijk Stelt Zuid vormt een verbinding tussen de stad Nijmegen, het dorp Lent en het rivierenpark bij de Waal. Bij het maken van de wijk heeft de gemeente Nijmegen gekozen voor een nieuwe aanpak van bouwen. Het is een bijzondere opbouw geweest van deze wijk. Normaal gesproken gaan we eerst huisjes tekenen en daar een omgeving omheen tekenen. Maar hier hebben we eerst het landschap ingetekend en de lege plekken hebben we dan vervolgens gevuld met woningbouw. Dus het is een hele andere benadering geweest waarbij we vooral oog en prioriteit hebben gegeven aan het landschap. Los van het landschap heeft de gemeente in de wijk ook bijzondere huizen neergezet. Het bijzondere van de typologie woningen die hier in Stelt Zuid aan wordt getroffen, dat zijn met name de dijkwoningen die we op de achtergrond hier zien, horen bij de stad. Dus robuuste stenen woningen. En verderop zie je dus dan boomgaardwoningen, grensstaande boomgaard. En die refereren eigenlijk een beetje ook naar het verleden. Beeldtaal, dat zijn de schuurwoningen. Hier hebben kassen gestaan, hier hebben schuren gestaan. En de schuurwoningen waar ik op doel, dat zijn vooral referenties naar het verleden. Dus qua vormgeving doen ze lijken alsof het schuren zijn. Alleen, het zijn nu woningen. In het midden van de wijk is er een groene, maar niet traditionele ontmoetingsplek gecreëerd. We staan hier in de boomgaard. Dat hebben wij aangelegd. Dat hebben we niet zelf bedacht, want daarvoor hebben we de bewoners ook voor uitgenodigd. Normaal gesproken wordt er vrij traditioneel het groen aangeplant. Maar hier hebben we gezegd van, deze wijk verdient een boomgaard met fruitbomen. Nou, dat doe je niet altijd als gemeente, want dat vraagt veel onderhoud, geeft ook vaak overlast, mensen gaan bellen. Dus we hebben aangegeven van, dat doen we alleen maar als er ook de bereidheid is bij bewoners om daar zelf onderhoud aan te plegen. En de bereidheid was aanwezig. We zijn genomineerd voor de Gelderse prijs Ruimtelijke Kwaliteit 2022. Vrijdag zullen we met een pitch het plan gaan presenteren. We zijn niet alleen genomineerd, er zijn nog 14 andere projecten genomineerd. Maar dit is gewoon het mooiste plan, dus ik verwacht wel dat we ook weer gaan winnen. Half december wordt bekendgemaakt wie de prijs heeft gewonnen. Zo meteen in het RA7 Regio Nieuws. Rederij Weigula uit Druten bestaat 100 jaar en is nu koninklijk. Maar wat is het eigenlijk voor een bedrijf? Een 19-jarige NEC-supporter is woensdag veroordeeld tot 2 maanden voorwaardelijke celstraf en een taakstraf van 180 uur. Deze straf werd hem opgelegd naar aanleiding van zijn aandeel in de rellen rondom de thuiswedstrijd tegen Vitesse in oktober van vorig jaar. De aanklager noemt het de ergste voetbalreller tot nu toe. Tijdens diezelfde wedstrijd verzakte ook de tribune van het uitvak in het Goffertstadion. Het reizen met de bus wordt in Gelderland volgend jaar fors duurder. De tariefverhoging van ruim 7,2% is de grootste stijging in vele jaren. Deze stijging is volgens de provincie Gelderland beduidend meer dan de gebruikelijke 2-3%. Maar noodzakelijk vanwege de sterk gestegen brandstof- en loonkosten. Het scheepvaartbedrijf Weigula in Druten bestaat 100 jaar en heeft in deze lange periode een goede reputatie opgebouwd. Ter gelegenheid van dit bijzondere jubileum heeft het bedrijf het predicaat koninklijk gekregen. Tijd om het bedrijf eens wat beter te leren kennen. De rederij Weiner van Gulpen en Larsen is een Nederlandse tankvaartrederij die met 60 schepen op jaarbasis rond 6 miljoen tonnen van de verschillende vloeistoffen over de Europese binnenwaterwegen vervoert. Het zijn met name gevaarlijke goederen, waardoor de kwaliteit altijd gefocust is op wat we doen. Dat weten onze klanten en dat is wat ons bijzonder maakt. Ja, je moet een goede strategie hebben en vooral moet je gemotiveerde, enthousiaste medewerkers hebben die in alle situaties die op ons afkomen bereid zijn voor het bedrijf te gaan. Weigula heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk internationaal opererende tankersrederij met binnenvaartstankers in Europa. Dat vereist een goede coördinatie op zowel de schepen als op kantoor.
We zijn hier bij de afdeling Ship Management. Deze mensen zijn bezig met alles wat met de schepen te doen heeft. Zowel de technische kant, het onderhoud van de schepen, de planning van het onderhoud. Alles wat daarmee van doen heeft. Maar ook van de wet en regelgeving die er is. Zorgen dat mensen de up-to-date regelgeving aan boord krijgen. Dus dat is een beetje wat deze afdeling totaal doet. Dus alles wat met schepen te doen heeft en de bemanning aan boord in de meest brede zin. Deze afdeling is de operatieve afdeling. Hier komen de klantenopdrachten binnen. Hier wordt door de collega's gekeken welke opdracht past bij welk schip. Hier wordt de planning in elkaar gevoegd. Hier wordt gekeken welke schepen passen qua tijd, qua uitrusting, qua grootte op de klantentransportwens. En hier wordt in principe alles operatieve van de rederij geregeld. Het predicaat koninklijk is een onderscheiding voor een grote onderneming die 100 jaar bestaat en een aanzienlijke positie heeft verworven op haar gebied in Nederland. Heel bijzonder om dit predicaat te hebben mogen ontvangen. Het is een erkenning voor lange termijn verstandig ondernemen met zicht en begrip voor de maatschappij en alles wat er omheen zit. Dat betekent echt heel veel voor ons dat wij op deze manier samen met onze medewerkers op een goede en verstandige manier bezig zijn. Ik kan dat alleen onderstrepen. Het is voor ons een hele bijzondere eer geweest deze koninklijke predicaat toegekend te hebben gekregen. Met ervaren personeel en nieuwe schepen in de maak ziet Weigula een toekomst waarin ze deze stabiele basis behouden en blijven innoveren. De dag begon vanochtend nog wat troosteloos met de nodige regen. Maar kijk even achter mij, de rest van de dag, ja, het klaarde op en het was even genieten, want er was zon te zien. Ja, ook morgen zal er nog voldoende zonneschijn zijn. Vannacht gaat het tijdelijk even regenen. Morgen overdag is er nog een kleine kans op een bui, maar de zon zal de overhand hebben. Wat betreft de temperatuur, morgen prima, 11 graden. Het weekend start vervolgens goed met een vrijwel droge zaterdag. Daarna zal het op de zondag en ook op maandag een stuk regenachtiger zijn. Temperaturen blijven ze rond de 10 graden schommelen. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Nu op RN7 kun je kijken naar onze wekelijkse filmupdate. En wij zijn er morgen weer. Tot dan!